fel. Ja, zeker. En vind je het ook leuk om... Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dan wordt het latexverf erbij. Ja, tuurlijk. Ja, dat kan. Latexverf? Ja. Ik heb geen verstand van bodypaint, maar vertel. Nee, ik ook niet. Je mag ik wil je los. Wel heel graag ook. Wie gaat het eigenlijk doen? Helemaal roze. Mag ik kijken of in dit kistje zit? Want bij 450 gaat geen kist open. Jawel. 450. Oh, dan mag het laatste kistje open. Ja. Jawel. Ja. Jawel. Oké, dan staat de deadline op donderdag voor 12 uur 's middags. Want ik ben niet van plan om vrijdag, als we dan 3 uur in 450 kisten zijn, dat we in voorbereiding zitten, dat we dan... Donderdag 12 uur? Donderdag 12 uur. Donderdag 12 uur gaat het laatste kistje open. Bye. En dan gaat het... 450 kaarten. Dat is voor het idee even morgen. Ja. Dus ja. Het is dag morgen. En dan mogen we ook wel wat voorbereidingen gaan treffen. Ja. Voorbereidingen? Oh, ja, dit is... Ja. Maar Milan, vind jij het ook leuk om Jordi dan te sminken? Walks in, walks out. Ja, natuurlijk. Ik wil wel graag hulp hebben daarbij. Ja, als je wel leuk werken. Helpen. Mag ik vragen? We zijn nu toch met z'n allen. Kunnen jullie niet gelijk een vergadering gooien even heel snel? Oh. Ja, even heel snel, daar voel ik niet zoveel. Oké. Vanmorgen op 5 uur. Ziet hem maffa. Zit er ergens ook een spiegeltje bij, of niet? Een wat? Een spiegeltje. Nee. Ook niet hierin? Nee. Oh, jammer. Ja, dat vind ik. Dat vind ik van haar. Ja, dat mag je vinden. Ja. Ik ga het niet in je wenkbrauwen doen, anders dan krijg je het er nooit weer uit. Dat is niet zo. You're looking for excuses here. Dus ga je naar studio? Gaan we hier naar sporten? Moet een plak tattoo zetten. Moet een plak tattoo zetten en alles. Oh shit, wanneer? Om 2 uur. Ga je eerst die plak daartoe zetten? Ik had een mailtje gestuurd. Ik heb zelf gekeken. Dat ze iets later is. Dat zijn 4 miljoen. Dus het kwam iets later. Komt iets later, deel. Ja. Dat is niet. Wat ik ook grappig vind. De ene keer komt ze super... bezorgd. Oh, wat hallo. Is er? Wat is er? En als ze dan eenmaal boos is en op de teentjes is getrapt, dan staat ze zo. Hoi. Oh, super. Doe dat dan ook net. Hoi. Lekker, Jordi. Stel je even voor, joh. Wees even beleefd, Jordi. Kom op, man. Oh, god. Ah. Wat een droeftoeters die Milene zeg. Wat? Wat een droeftoeters die Milene. Ik ga hem dadelijk echt nog krijgen, jongen. Ik kan echt lachen. Maar hoe begon het? De opdracht van Jordi is volledige bodypaint. Ja. En dan zit hij daar in zijn blouse en in zijn broek. Ik zeg, moet je je kleren niet uitdoen, want je hebt toch volledige bodypaint? Ja. Nee, voel ik me allemaal niet goed bij dit. En dat ik zeg, ik zeg dat dan meteen als we die kist openen. Ik zeg, want kijkers gaan er nu toch ook gewoon vanuit dat jij voor die 400 kaarten full bodypaint gaat. Maar hij gaat helemaal niet full bodypaint. Nee, alleen zijn hoofd en zijn armen. En de gaten van zijn knieën. Nee, nou, voor half bakkie. Dus dat zei ik ook. Ik zeg, ik vind dat niet eerlijk tegenover de kijkers. Maar goed, dat is mijn mening. Dus op een gegeven moment gaat Milene zich ermee bemoeien. Ik zeg, jongen, Milene, ik zeg, je wil overal nergens wat van af weten. Je hebt nul ambities, niks boeit je hier flikker, maar je hebt overal grote mel over. Yeah. Overal. Yeah. Ik zeg, die moet je een keer gaan houden. Dag Merel, ik heb last van je. Ik zeg, weet je wat je dan lekker moet doen? Weer lekker weg gaan rotten in dat huisje van je. Yeah. Daai. Ongekend. Oh, maar wat fluit. Iedereen was van mening dat er full body paint ging. Maar ik ga ook met 450 kaarten, ik ga niet meedoen aan dat kistje hoor. Echt niet. Want je gaat niet akkoord geven op een opdracht en dan als het zover is je in één keer terugtrekken en zeggen nee, ik doe alleen mijn gezicht. Ja, anders word ik ziek. Ik zeg, dan doe je een sjaal om. Ja. En van kou word je niet ziek. Ja, ook dat nog. Dat is een fabel. Maar ook lullig tegenover de mensen die dan die het zien. Ja, tuurlijk. Dus dat vind ik dus ook. Het is voor zijn eigen evenement. Ja? Nou, hij doet het dus niet voor zijn eigen... Maar dan gaat Milene zich ermee bemoeien. Ja. Het enige wat zij moet doen is zorgen dat de smink op komt. Voor de rest gewoon de mond. Ja, inderdaad. Vooral heel veel de mond houden. Droeftoeter.
hard en bot. Yes? Pittig, toch? Ik bedank je vriendelijk, maar ik ga het niet doen. Want? Milder gedrag. Maar je vindt het toch zelf ook leuk om te doen? Ja, maar dan doe ik wel iets wat ik zelf leuk vind om te doen. En niet voor haar. Of voor jullie, maar daarin heeft zij het verpest. Sorry. Weet jij het al? Nee. Of is de bedoeling dat ik dat doorgegeven? Ja. Oh, je gaat niet zelf nog even zeggen? Nee. Geen behoefte aan. Nee? Nee, absoluut geen behoefte. Dat is een leuke bezigheidstherapie, toch? Ja, maar ik heb ook nog een aantal doeken die ik nog wel kan beschilderen totdat ik weg ben. Hey, wat heb je trouwens met Lexi afgesproken? Want ik zie dat zij een doek in haar huis heeft hangen. Maar die heeft de PV gekocht. Dus ja, die wil ik wel van... Ik weet niet, zoals ik het mee heb gekregen was het gewoon dat zij iets met Jordi aan het bespreken was en dat jij ermee ging bemoeien. En ik ken je inmiddels, ik geloof best dat het zo is gelopen. Nou, dat is prima. Maar dan hoef je alsnog niet, zeg maar, wat ik gisteren tegen je heb gezegd op een normale manier, dat ze in eerste instantie het heel zielig vindt en zo en me probeert te helpen, het daarna tegen me te gebruiken. Dat slaat toch nergens op? Ze betrekt iets wat helemaal niks te maken heeft met de situatie. Helemaal niks. Ja, omdat ze het gevoel had dat jij je doet? Bemoeide... Steken. Omdat ze het gevoel had dat jij je bemoeide met de situatie waar je niks mee te maken had. Ik vind het gewoon heel zielig. Een beetje wat je geeft, kan je terugverwachten. Ik vind het heel zielig. Maar dat is wat we hier allemaal bijna doen. Steken. Mensen naar beneden halen. Van dat soort uitspraken. Nee, maar dat is wat we hier doen. Dit is wat we allemaal doen. Dit is wat we allemaal gewend zijn. Ja, maar dat weet je toch, zo zijn we allemaal. Ja. Je gaat me niet vertellen dat hier mensen zijn die elkaar echt veel gunnen. Ze lopen er wel rond. Ze zijn heel schaars. Er zijn ook heel veel die het niet... Heel schaars. Doen. Heel schaars. Ik weet niet. Ik vind alleen de discussie die hier op dit moment is gevoerd... dat die niet wat te maken heeft met elkaar wat gunnen of niet gunnen. Het ligt een beetje aan de mentaliteit. Maar kan ik daaruit concluderen dat dan alles ligt behalve van jou? Nee, zeker niet. Oké, dan trek ik die conclusie niet. Natuurlijk, als ik niet in bed zou liggen en me kut zou voelen, dan zou ze die opmerking niet kunnen maken. Zeker waar, dat is zeker waar. En als ik mijn mond had gehouden op de bank, dan was ze ook niet daarover begonnen. Dat is zeker waar. Maar wat ze doet, is oneerlijk. Want ze haalt er iets bij wat er niks mee te maken heeft. Helemaal niks. Ik weet niet, de link die ze legt, die klopt natuurlijk wel. Ik weet niet of het nodig was om het op dat moment te benoemen, maar... Ja, ik vind het gewoon zielig. Heel zielig. Maar wel heel erg lief van je dat je het voor de opneemt.